Gilmore Hoefdraad niet meer gezocht door Interpol. Daisy Boutersen heeft niet gevraagd om vervroegde verkiezingen. Surinaamse banken hebben een overschot aan Amerikaanse dollars. En toch weer toename aantal COVID-besmettingen. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 12 mei 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het besluit van Interpol om Gilmore Hoefdraad van haar opsporingslijst te halen heeft geen enkele invloed op het Surinaamse strafproces. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een persbericht. Interpol verwijderde onlangs de gegevens van de voortvluchtige ex-minister. Hoefdraad is veroordeeld tot 12 jaar cel en is sedert december vorig jaar voortvluchtig. Suriname liet hem daarom internationaal signaleren via Interpol. Nu deze organisatie heeft besloten om Hoefdraad van de opsporingslijst te verwijderen, zal het OM dit besluit eerst bestuderen en daarna beslissen of, zo ja, hoe zij hierop zullen reageren. In het Hoefdraadproces rest nu alleen nog de behandeling van het hoger beroep dat de ex-minister instelde. NPD-voorzitter Daisy Boutersen heeft president Santokki niet gevraagd om vervroegde verkiezingen. Boutersen schreef in zijn brief van 7 maart dat het dringend noodzakelijk is dat alle vaderlandslievende krachten bijeenkomen voor een nationale dialoog, zegt NPD-woordvoerder Ricardo Panca. Volgens president Santokki zou hij wel bereid zijn te praten, maar hij zou niet bereid zijn het te hebben over de vervroegde verkiezingen. Woordvoerder Panca zegt echter dat Boutersen in zijn brief nooit heeft gesproken over vervroegde verkiezingen. Boutersen wees in zijn brief erop dat de huidige regeerders tijdens de verkiezingscampagne hadden beloofd dat zij niet in zee zouden gaan met het IMF, maar dat nu strenge maatregelen zijn genomen om het IMF-programma uit te voeren. Daar gaat de samenleving nu gebukt onder, zegt Boutersen. Surinaamse banken zitten met een groot overschot aan contante Amerikaanse dollars in hun maag, zegt de deviezencommissie. Dat overschot zouden ze moeten afstorten bij buitenlandse banken. Vervolgens zou dit geld giraal naar ons land moeten worden overgemaakt, adviseert de deviezencommissie. Wanneer overtollige valuta op buitenlandse banken worden gedeponeerd, kan die worden gebruikt voor buitenlandse girale betalingen. Zo zouden bijvoorbeeld importen kunnen worden gefinancierd. De centrale bank zou volgens de deviezencommissie meer moeten doen om het storten op banken in het buitenland te stimuleren. Het ministerie van Volksgezondheid overweegt vanwege de toename van COVID-besmettingen opnieuw lockdowns in te voeren. De aanpak zal gebaseerd zijn op de situatie, zegt directeur Rakesh Gatyahar Sekul van Volksgezondheid. Als er bewijs is dat lockdowns en bepaalde beperkingen voordelen opleveren, zal het ministerie die invoeren, zegt hij. Een en ander hangt af van de adviezen van het COVID-19 Outbreak Management Team, het OMT. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u op de hoogte blijven? Download dan de app Regionieuws TV en heeft u nieuws te melden? Dat kan natuurlijk ook. Stuur uw berichten naar suriname@regionieuws.tv. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.